twijfel soms, als je mindere perioden hebt, maar mindere, sommige dagen heb je zo een beetje last, dan denk je ook, dat kan toch niet allemaal nog wel goed komen. Maar op het moment dat voel ik ook niks, dan kan ik ook stappen. Ik ben een normale mens, ja, wel licht ik steun op mijn krukken, maar dan zie je het wel weer zitten. Ja. Ik denk dat het gewoon een beetje met ups en down is. Ik denk wel dat ik nu wel een beetje terug bijgekomen, maar ik ben, toen ik thuis kom, denk ik, wat een dag of drie, vier thuis zijn, maar ik keer gewogen, toen was ik 11 kilo onder mijn gewicht. Maar ik denk nu al een kilo of drie, vier bijgekomen, dus ik kan een beetje goed geven de laatste dagen. Spieren terug goed, ja, als je dat wilt. Dus dat is gewoon qua trainingen en qua kracht, jouw oefeningen doen. Maar als ik nu zie hoe mijn benen al verbeterd zijn, dus op die dagen dat ik thuis ben, ja, dat is toch veel. Hè. Ik denk als je me deze keer moet zien, dan zou je zeggen, dat zijn de benen van een Frank van den Broeken of zo, zo mager waren ze eigenlijk. Of misschien nog magerder, mijn kuiten, dat was helemaal niks meer. Als alles goed meedraait en zonder binnen een maand of twee, drie weet ik dat, dan wordt zeker beginnen te fietsen. Dus dan, ik denk dat we binnenkort gesprek over het onderhandelen met bepaalde ploegen. Dus, en, maar ik wil de garantie hebben van 3 jaar. Als ik dus 97 jaar voor mij zijn, dan overgangsjaar gaat zijn. Dus ik kan niet aan topniveau misschien niet kunnen meedoen. Dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen, maar dat gaat moeilijk zijn. Denk. Maar in 98 wil ik er terug staan. Dus, als ik vond dat ik maar één contract krijg en ik rij niet echt goed, ja, dan ga ik me gewoon op straat zetten en dan krijg ik een merk niet meer. Dan ben ik niet van plan, dus ik wil een contract van 3 jaar of van 2 jaar. Zou je het nog één keer verdragen of zeg je... Als het niet nog eens moest gebeuren, Schluss. Dan is het zeker gedaan, denk ik. Dan is het gedaan, ja. Dan is het gewoon, als dat moet zijn, en, ja, dan stop ik er gewoon mee. Dat zou niet meer kunnen opbrengen, denk ik.